De nieuwe stadsbrug De Oversteek is inmiddels niet meer weg te denken uit het schaapbeeld van Nijmegen. Vorige week werd nog de 10e verjaardag van de brug gevierd, maar ook de andere twee bruggen behoren een hele tijd tot het beeld van Nijmegen. Maar hoe bereikten we de overkant toen er nog geen bruggen waren? Hoe gingen inwoners de Waal over? Een antwoord op die vragen krijg je nu in Museum De Bastij, waar ze dit met een interactieve expositie uitleggen. Diverse mensen waren aanwezig bij de opening. De Noël Vergunst komt voor een fotomoment. We hebben René Duifhuizen, dat is de projectleider vanuit de gemeente geweest, die de laatste brug over de Waal hier heeft gemaakt, de Oversteek. Onze directeur heeft natuurlijk een korte speech. En we hebben iemand van de Wintertuin die een korte performance gaat doen. De opening van de tentoonstelling sluit mooi aan op het jubileum van Stadsbrug De Oversteek. De dag ervoor bestond deze precies 10 jaar. Dat vonden wij een interessante aanleiding. Dus we hebben heel veel onderzoek gedaan van, maar hoe zat het dan? Hoe zijn die Nijmegenaren eigenlijk? Hoe zijn ze vroeger overgestoken? En wat we ook laten zien, want oversteken is één ding, maar we laten ook zien hoe de Waal in de prehistorie was of in de Romeinse tijd. En dan zul je leren en zien ook, want we hebben fantastische animaties gemaakt, dat de Waal een ontzettende dynamische rivier is geweest, die zich in de loop der tijd echt door het landschap heeft gekronkeld. En dat dus ook de mensen die moesten oversteken soms ook echt wel tot nogal technische hoogstandjes dwong. En dat doen we al vanaf de Romeinse tijd eigenlijk. Hebben we al bruggen en oversteken. Bijzonder aan een tentoonstelling is dat bezoekers niet alleen iets zien, maar ook te doen hebben. Ze kunnen van alles uitproberen dat met het thema te maken heeft. Kijk, de Waal is natuurlijk een fantastisch grote rivier nu. Dat is hier niet altijd geweest. Maar in deze tentoonstelling leggen we niet alleen maar uit, maar laten we mensen ook ervaren hoe het is om die rivier in de tijd over te steken. Dus zeg maar vanaf de prehistorie tot het heden. Nou, we hebben eigenlijk, de tentoonstelling bestaat uit twee delen. Je volgt letterlijk de Waal van een kleine rivier naar de rivier die er nu is. En je kunt hem 4 keer oversteken. Dat kan door middel van een boomstamkano. Maar bijvoorbeeld ook een hele mooie Nijmeegse uitvinding, de gierpont. Die we hier hadden, althans die is voor het eerst hier toegepast. En daar hebben we interactieve exhibits over gemaakt. En dat kun je dan zelf doen. Met deze tentoonstelling hoopt Bas ook iets aan bezoekers mee te geven. Natuurlijk informatie overdragen. En vooral leren van dat mensen eigenlijk super intelligent zijn. Maar ook in het verleden al hele ingenieuze oplossingen hadden om een waal over te steken. En voor de jonge bezoekers willen we een beetje uitdagen aan het eind van de tentoonstelling om zelf ook bruggenbouwer te worden. Er zijn natuurlijk heel veel banentekorten in de technische industrie. Dus misschien dat jongeren ook geïnspireerd worden om in de toekomst ook letterlijk een bruggenbouwer te worden.